Oei, het is je boy QC en we zijn er weer, een challenge map. En ik ben vandaag weer met een special guest, ik ben met Jandro. Hey bro, dankjewel dat ik er kon zijn, man. Ja man, bro, ik vind het gezellig, man. Bro, je hebt echt een super coole setup, man. Ja man, jij hebt een hele coole bril, man. Ja, thanks man, ik kom door die lichten, denk ik. Nee, ja, ik zei al, het wordt zo fucking gezellig, man. Ja man, het is echt gezellig, man. Echt gezellig, man. Heb je ooit opgenomen met de kast? Nee, nog nooit. Nee, nog nooit. En dat is nu voor het eerst. Staat in die IKEA-list voor me. Bro, hoe heb je dat gedaan, man? Ja, bro, ja. Veel trainen, man. Hoeveel keer per week? Ik probeer wel 5 keer per week. We moeten nog bij de 2 komen, maar goed. We zijn goed op weg, man. Lekker, man. Ja. Wij hebben vandaag weer een challenge. Ik dacht bij mezelf, ik mag jou wel beschouwen als een fashion icon. Het is een hele zware term. Ja, het is wel een blitsend brilletje. Het is zeker wel een blitsend brilletje. Jandro is aan het blitsen, man. Oh, jongens. Dit wordt gezellig, man. Nou, wij gaan dus vandaag outfits redden. Ja, nee, op zo'n dia, man. Wij gaan vandaag outfits raden van rappers. Shit. Dus wij zien outfits voorbij komen en dat moet dus van een bepaalde rapper zijn. Nederlandse rapper. Ja. En dan moeten wij raden van wie het is. Oké. Dit is dus mijn guy op de redactie. En dan zeg ik, ja, geef mij outfits van rappers in Nederland. En dan gaat hij, zeg maar, als voorbeeld gaat hij dit gebruiken. Dit komt ook gewoon in de video. Maar deze ken ik wel. Dit is rapper Sjors. Ja, rapper Sjors. Ja, toch? Geweldig. Hij is ontslagen. Bro. Hey, laten we beginnen. De eerste. Oeh, dit is... Dit is moeilijk, hoor. Maar ik denk dat dit wel een Marokkaanse rapper is. Zeker. Daar ga ik vanuit. Louis tasje. Moncler. Ja, man. Top. Oh, ook Louis schoenen. Ik durf het niet te zeggen bijna. Wie zou dit zijn? Maar dit is voor mij wel echt een grote rapper, maar ja, jij bedenkt echt je antwoord, man. Ja, jij mag mij dat niet weten, man. Nee. Ik kom ook hier om te winnen, bro. Ja, ik ben dan toch voor een verrassende antwoord gegaan. Ik ben niet voor een Marokkaanse rapper gegaan. Oké. Ik denk dat Jo Silvio is. Ah, oh, fuck. Ik denk dat... Maar zie je, ze zijn wel close. Ze zijn wel close, want ja, deze twee, die werken alleen maar samen. Dat is wel zo. Monsif. Ja, man. Ik ben benieuwd wie het is, man. Boef! Dit is Boef! Heb je die vragen gewoon eerlijk antwoord? Heb je die vragen zelf? Of, nou, heb je de foto zelf uitgevoerd? Maar had toch het antwoord geweten? Oh, dit was de makkelijkste, man. Ja, misschien wel. Oh, de volgende. Volgens mij ken ik deze foto. Ja? Ja, ik moet inzoomen op de ringen. Oh, hé, hey, mag dat wel? Okay. Ik vind het lastig, man. Wat was de ketting heeft, joh? Het is een Surinaams artiest. Oh, ik weet het al. Wow, jij gumt lang, man. Ja, kut. Ik was net zo goed op school. Ik weet het denk ik bijna zeker. Een rood jasje aan, opvallend. Ik ga trouwens niet zeggen, ik heb hem al. Geef me een hint, geef me een hint. Jij weet het, man. Het is een rapper. No shit. Oké. Okay. Ik denk dat hij Surinaams is. Dat zei ik net. Bro, ja, come on, man. Ja, weet je wat, ik ga gewoon een naam opschrijven. Ik ben benieuwd. Oké, laat je antwoord zien. Jonna Fraser. Oh. Ik zag een Surinaamse ketting, maar ik wist niet of dat. Oh, vandaar dat ik het wist dat Surinaams was. Ja. Zo. Heb je van mij, hoor. Hou op, joh. Wie heb jij dan? Ja, ik ga dus voor Keizer. Kut! Ik had dit kunnen weten, man. Dit is Keizer, man. Ja, dit is sowieso Keizer. Ja? Dit is sowieso Keizer, man. Ik dacht dat rode jasje. Ja, dit is sowieso Keizer, bro. En ik weet niet zeker, maar ik heb dus een track met Keizer. Dit is sowieso Keizer, bro. Ik heb een videoclip met Keizer. Toen had hij zo'n rood jasje. Volgens mij wel. Ik kan me ook zeg maar, een rood jasje herinneren. Keizer! Ah, ja, man. En dit is volgens mij van die clipshoot waarmee ik met hem heb opgenomen, man. Keizer, man. Keizer, baby. Koning, admiraal. Oh, man. Dat betekent, ik heb wel een puntje, man. Ik kan niet van verliezen. Dat is echt één ding waar ik... Nee, ik kan niet tegen van verliezen, man. Dus we gaan echt door totdat ik voorsta, man. Hey, weet je wat ik afvraag, hè? Nou. Kan jij nog herinneren welke outfit je hebt gehad met je eerste rap money? Wij verdienen eigenlijk geen rap money, we verdienen show money. Ja, ja. Ja, show money. Maar dat ging eerst, de eerste 2 jaar ging het in een pot. Dus daar zagen we niks van, want we financierden alles daarvan. Domme outfit. Ja. Ik had ook, mijn was ook dom, man. Ik had ook mijn eerste YouTube money een beetje. Ja. Heel mijn outfit klopte niet. Maar het was echt een gekke, gare baggy broek, gare t-shirt, maar wel een Gucci. Dat zag er niet uit, man. De volgende. Dit vind ik heel moeilijk. Dit is een lange jas. Dit is een hele lange. Ik heb een lange jas, maar dit is ook. Zo, dit vind ik heel moeilijk. Het is moeilijk, man. Maar ik ga wel gokwaar. Gooit je ook een beetje een soort van gang zijn op, zeg maar? Ik ga iets opschrijven, man. Ik kijk of
voor dezelfde naam. Okay. Dat zou wel grappig zijn. Ik heb Asjafar. Oh shit, ik heb Moolah Bang. Oh, ik denk dat jij veel dichterbij zit. Voor mij is het ook helemaal iets wat Asjafar zou dragen. Zo'n lange jas, hè? Ja, zie ik hem niet snel dragen, maar ik dacht van, ik weet niet, maar iets helemaal Asjafar. Ja, die lange jackas, dat is toch wel een soort van een beetje, wel Den Haag een beetje, maar ik weet niet of ik het goed heb, man. We gaan het zien, man. Mario Cash! I know. Wow, en het ging nog eventjes door mijn hoofd heen, hè? Nee, maar deze jacka is dom, hoor. Het is een domme jacka. Echt. Dit is geen bange jacka. Nee, dit is echt dom, hè? Het is een jacka die ik ook gewoon zou rocken, man. Ja, man. Echt... Maar ja, ik heb dus zojuist Mario Cash vergeleken met Asjafar. Ik zit in de problemen. Ik ben de lul, Jandro. Ik ben de lul. Oh, je kan dus schuilen in Den Haag. Ja, man. Wow, jij bent medeplichtig. Wie is dit? Dit is wel eentje. Dit is wel eentje die traint. Zelfmeten. Wat? Wie heeft nou een trick met zelf? Zelfmeten. Ik zou het echt niet weten. Oh, wat zegt zijn haar? Wat zie je de achterkant ook? Dit is Izzy SB, man. Is het Izzy? Maar ik heb zo'n gevoel dat deze guy er ouder uitziet. Ik kan god doen. Ik denk dat ik het al weet. Ik krijg nog 10 seconden, man, bro. Ik denk ineens aan iemand. 10, 9, wacht. 8, 7, 6, 5, ja. 4, 3, 2, 1. Ik zeg Bokusam. Nee, Bokusam heeft niet zulke tatoeages. Nee? Nee, ik ken zijn tatoeages. Is hij nergens zelfmeet staan? Nee, dat niet. Wat is hij dan boter, kaas en eieren? hij heeft wel toffe tatoeages. Ja, maar ik heb wel eens van hem gezien. Maar ik dacht wel toch, omdat ik een beetje naar het haar keek, dacht ik bij mezelf van ja, misschien is dat toch wel Bokusam. Bokusam heeft ook een beetje... Ik ben benieuwd, man. Wie is dit, man? Hé, hey, bro, je had je moeten weten, man. Hij was laatst hier bij Ja, man. Maar kijk, laatst had hij volgens mij een trui aan en zo. Mm. Maar is hij gewoon stiekem kast, man. Ja, je ziet op zo'n moment dat hij toch wel naar de gym gaat. Ah, dit had ik moeten... Ja. Hey, maar kijk, bro, kom op. Je had dit wel moeten weten, man. Kijk naar dat haar. Ja, maar daardoor dacht ik aan Bokusam. Ja. Ja, is hier, man. En punt. Dit is een kleine, man. Ja? Ik moet me smoel houden. Nee, man. Nee, ik heb een keertje Leeuw Kleine zijn benen gezien. Die zijn veel witter, man. Ja. Ik vraag me niet waarom ik dat weet. Dat is wel een dikke horloge, hè? Oh, ik heb wel een feeling. You get me feeling. Jij bent mijn baby. You bent the one you get me. Ik hoop niet dat je Fren opschrijft, want het is gaat heel fout. Het is echt heel fout. Nee, hij was dat ineens in mijn hoofd. Dat was een dikke klok ook, hè? Ik had niet zo goed naar de klok gekeken. En ik zag de outfit, dat was een beetje zo'n zomertour outfit. Ja. Ja, ik denk dat ik het weet. Ik denk dat ik het ook weet. Ik denk dat jij het niet goed hebt. Ik denk je verkeerd. Leeuw Kleine, ik zeg Jo Silvio. Ah, kut, het is Jo Silvio. Ik gaf wel die depbroekje, die kwam er bekend voor. Laten we het zien, man. Kevin! Kevin had ook gekund. Oh, dit is zo racistisch voor mij. Waarom is dit racistisch? Hey, voor de mensen thuis, ik weet niet wie allemaal meedoen, maar laat in de comments weten wat jullie hebben geraden en hoeveel jullie er goed hebben. Ja, dus het is echt hetzelfde moment dat je nou even kan zeggen van hey, abonneer op dit kanaal. Misschien moet jij het even doen. Hoe zeg je dat? Abonneer. Laat weten wat jij in de comments hebt en abonneer op QC's kanaal. Ik wil weten, ik wil echt weten hoeveel mensen het goed hebben. Ja, man. Zwarte Air Force. Het is een savage, man. Dit is een savage, ja. Dit ben jij, man. Dit ben ik niet, man. Jawel, man. Wow, ik zou nooit zulke outfits rocken, man. Oh, Zwarte Air Force, ben je gek? Jij lijkt me ook wel zo'n savage dat je af en toe gaat worden. Op een hele boze dag. Kijk daarachter, man. Alleen maar Witte Air Force. Hoor je, man. Dit ben ik niet, man. Ik baggy broek. We hadden het net over een baggy broek. Zou je die outfit snel rocken? Ik zou deze outfit niet rocken. Niet echt je outfit, Zwarte Air Force. Ligt eraan, maar niet. Maar nee, wel dat ik het zou rocken. Ja, maar we zijn twee verschillende mensen. Daar heb je wel een punt. Ik denk dat ik het weet. Die jacka was niet zo aan. Die jacka vond ik niet aan. Ik denk dat die jacka wel goed gerokt kan worden. Zo, maar niet met een blauwe spijker. Maar... En een Zwarte Air Force. Ook nog lichter. Maar die Air Force kan je gewoon rocken soms. Bro. Ja, Zwarte Air Force, best. Ja, ligt eraan wat je aan hebt. Maar mijn allereerste Air Force vroeger was wel zwart. Mijne ook. Ja, man. Maar ja, toen kon het nog. Ja. Toen werd ze nog niet geclaimd door de service, man. Ja. Het is gewoon verpest, Zwarte Air Force. Weet jij het? Ik weet het, denk ik. Met een hintje. Ik kan goed rappen. Bro, kom op. Die hints van je, kom op. Nee, maar hij kan goed rappen. Super bekend. Aardig bekend, zeg. Hij kan echt tering goed rappen. Rap 95% van de scene eruit. Maar hij is geen rapper. Maar hij is geen rapper van beroep of
Nee, hij is geen rapper van beroep. Hij spit wel die mannen eruit. Hij is YouTuber. Ja, dit was ik, man. Ja, ik zei het toch, jij was het. Ja, bro, man. Kom op, man. Ik ben toch goed, man. Hoe wist je dat, man? Goed, man. Maar bro, dit is een... Kijk, dit is waar ik... Ik ga je uitleggen waar... Kijk, de foto die is genomen, die is zeg maar genomen omdat je die achtergrond heel mooi vindt. En zeg maar, die handgebaar van deze... Die heb ik echt vaker gegooid, man. Deze heb je sowieso vaker gegooid. Zeg, ik was zo'n outfit en ik dacht van... Ja, en je had krullen hier, geloof ik. Nee, ik was wel koud. Nee, echt? Ja, man, ik ben al vanaf mijn 20ste koud, man. Jee, man. Dit was dus de periode dat ik dacht van, oh, ik ga een Gucci riem kopen. Hieronder dat was deze periode, ja, man, Gucci riem hieronder. Met zo'n auto. De guy op de redactie is hierna ontslagen. Wow, hoe durf je deze outfit naar voren te halen, man? Dus soms kijk ik terug naar deze periode. En hier had ik ook nog dat streepjesbaard, zeg maar. Oh, die is vreselijk. Oh, sorry, man. Bro, ik mag je heel erg, maar die is echt vreselijk, bro. Oh, man. Als mijn editor me trouwens nu in beeld brengt, ben je ook ontslagen. Oh, de volgende. Het is wel een fashionable guy. Ik weet hem ook. Ik weet hem beter. Weet je 100%? Ja, je weet nooit iets 100%. Wist je dat ik dacht, toen we deze challenge gingen doen, dat ik dacht van, dit ga ik best wel allemaal goed kunnen hebben, dacht ik? Ja, dat dacht ik ook. Ja, maar blijkbaar dus niet. Ik zeg Kraantje Papi. Ah, kut. Ik heb Jo Silvio, man. Heb je, ja, je gaat niet zeggen dat ik al 2 keer Jo Silvio heb gezegd en dat dit Jo Silvio is. Gaan het zien. Wat op, man. Helle kukke. Ik heb een hele met zulke auto's, dat heb ik nog nooit gezien. Je is een undercover fashion boy, man. Zo, maar dat is echt dat wel. Dit is een goede fashion, hoor. Maar hoe wist je het? Door die ketting, of? Ik denk door de ketting, man. Hij had een tijdje dezelfde ketting als die Machiavelli-ketting. Ja. Machiavelli-ketting, die pakketting. Ja. Ja, simpel. Er is maar één naam goed. En het is niet zijn artiestennaam. Dan weet ik al wat je gaat zeggen. Maar ik schrijf zo'n artiestennaam. Oké. Okay. Ik zeg Boekersnaam. Je zegt waarschijnlijk Boku Jansé. Boku Jansé, man. Kan niet anders, hè? Dat is een fashion tip hier, man. Dat wel. Maar stel je voor, het is ineens Glenfaria. Ja, bro, dat zijn we toch mooi verrast. Ik heb gereageerd op deze foto, daarom wist ik het. Ja, man. Zal ik jou een grappig verhaal vertellen over Glenfaria? Ik vertel het nog laatst aan hem. Dus op Netflix heb je zo'n serie, toch? Snowpiercer. Ja. Oh, die heb ik gezien. Ja. Maar dan heb je toch die guy met die dreads. Wist je dat ik mijn wifey een hele seizoen heb laten geloven dat dat Glenfaria was? Oh, een seizoen lang. En ze wou het eerst niet geloven. Ik zeg, jawel. Ik zeg, hij is toch artiest. En hij schrijft ook voor mensen. Toen is hij naar Amerika gegaan. Toen heeft hij ineens een aanbod gekregen voor een serie. Nu speelt hij hierin. Ze zeggen, oh, wat tof, joh. Maar goed, het antwoord. Boekersam. Ja, man. Boku Yonsei, Sauce God. Jij weet hem al? Nee. Jawel, je hebt een gevoel. Nee. Er zijn al een paar namen voorbij gekomen, waardoor ik denk van, yo. Ja, maar die had je dus juist niet goed. Misschien heb je dat het dan nu juist wel goed. Je hebt wel lange benen. Dit is lastig. Ja, ik kan wel bijvoorbeeld zeggen, dit is geen snelle. Dat zou het zijn. Dat zou wat zijn, bro. Dan stoppen we de challenge. Oh, ik heb er al één. Oké, nu wil ik een hint van jou. Lange benen. Ja, ja. Ja, bro. 10. Nee, wauw. Oké, geef me nog even. Oké. Ik zeg lijpen. Oh, even lijpen lange benen. Dat weet ik dus niet, heb ik nooit op gelet. Ook niet, man. Wie heb jij dan? Jonna heeft baby. Jonna? Hij heeft lange benen. Hij heeft natuurlijk ook zo'n tas een tijdje. Oh, dit kan heel goed Jonna zijn. Jonna heeft lange benen. Dat klinkt wel, maar... We hebben Jonna natuurlijk nog niet gehad. We gaan het zien. Lijpen! Oh, dit! Lijpen heeft lange benen, man. Lange benen, man. Ja, man. Ineens kwam die ingeving, ik dacht ja. Oh, Sharon had lijpen. Oh, een hele dikke auto. Zeg, wat is dit voor monster? Is dit een Urus? Sorry. Zo, dit is echt een dikke auto, man. Dat is ook wel een prijsklasse volgens mij. Ik denk het wel, ja. Kan ik mijn huis voor verkopen? We zitten zomaar op auto's te letten. Oh, dit vind ik lastig. Ik zou hier misschien zomaar lijpen hebben gezegd als ik het net niet goed had geraden. Ja, die schoenen zeggen niet lijpen. Nee, hè? Nee, dit is wel lijpen niet dragen. Je hebt gelijk. Wil je nou in te zoomen op de nagels? Nee. Ik moest de handen bekijken, man. Ah, wie zou dit zijn, man? Jandro, ik vind dit moeilijk, man. Deze is echt heel moeilijk, man. Ja, deze ga ik sowieso niet goed hebben. Ik moet mijn eerste vraagteken opschrijven, man. Ik weet het gewoon echt niet. Ik ga het wel. Wie zeg jij dan? Moeman! Is dit Moeman? Oh, Vata! Ja. Dit zou gewoon kunnen raden, man. Ja. Dat is echt een dikke bak. En ik weet, hij kan die bak kopen. Ja. Hij kan het kopen. Vata is wel money, hoor. Vata heeft sowieso gewoon echt een hele goede smaak in auto's, denk ik. Ja, man. Oh, zaten we fout, man.
beter. Ja? Ik twijfel. Het gaat nu een hele andere kant op. Ik ben benieuwd wat jij hebt. Ik ben aan het luisteren hoe jij hebt kort geschreven. Dan weet ik het ook. Je hebt heel kort geschreven. Thanks, man. Want ik had een gedachte en ik dacht, ik ga luisteren hoe jij schrijft. Oké, okay, ja, dat weet ik. Ja. Let's go. Ik zeg poke. Busy. Je hebt gelijk. Ja? Met al die tatoeages, ja, maar dit is busy, man. Dus maar dit is niet... je bent daar te pakken, man. Is het busy? Ja, poke is volgens mij donkerder, man. En plus, busy heeft heel veel tatoeages. Ja, gelijk, maar je schreef het niet goed. Het was busy met een E. Oh, sorry, man. Sorry, man, busy. Dus dat is geen punt. Hé, dat is wel een punt. Dus, ah, man. Sorry, man. Ja, deze ga ik niet goed. Nee? Oké, ik twijfel. Als jij deze weet, als jij deze weet, dan ga ik naar huis. Ik denk dat ik deze weet. Maar alleen, ik twijfel door die ketting. Oh, wacht, ik weet hem ook, denk ik, man. Je ga je afschrijven dan? Zo kort. Wacht even, zo kort. Wie heb jij in gedachten? Geef ook een hint. Nee. Geef jij eens een hint. Snel de plangas. Ik zeg Maradona. Cor. Oké, Cor. Gelukkig ben ik goed met Cor. Luister nou, Cor. Het kan nu goed zijn dat ik heb vergeleken met Maradona. Ik zie geen gezicht, ja. Ik zie geen gezicht, Cor. Ik ken Cor. Cor is hier ook al thuis geweest. Kijk eens. Dus dan zou je het wel moeten weten. Dus hij weet me ook te vinden. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Ja. Daar ga ik. Ik zei, ik kom om te winnen, man, bro. Ja, je komt echt om te winnen. Oh, bro. Maar weet je waarom ik dacht aan Maradona? Nou? Door de Stony. Oh, nee. Maradona draagt alleen maar Stony. Maar ik kon het weten, omdat... Ja, maar kom op. Sorry. Zo'n ketting zou... Nee, dat zou ik nooit dragen. Niet, Nee, dit was Cor. Ja. De lul! De volgende. Oh ja, deze ken ik heel goed. Ik heb deze foto gemaakt. Oké, maar dan heb ik een idee. Renner. Francis, oh ja. Ja, jij kent hem als Francis natuurlijk. Ja, oh. Volgens mij, ja, dat is een volwassen Frenna, toch? Dat is Francis. Ja, toch? Ja, klopt. Ik had het niet geweten als je me die tip niet zou geven, man. Ik denk dat je dit wel had geweten. Kom ja? Op. Kom op, man. Ja, als ik even had nagedacht. Hebben jullie wel eens gehad dat jullie, zeg maar, gewoon elkaars outfit afkraakten? Dat je echt zei van, hé, man, wat je vandaag aan hebt. Altijd. Niet... Ja? Altijd. Ja, bro. Jij hebt het echt heel goed gedaan. Bro, dankjewel, man. Ja, man. Dankjewel, man. Bro, ik denk dat jij gewonnen hebt. Ga niet zo doen. Oh, jongen. Ik ga binnenkort met jou een hele serie uitbrengen. Bro. Alleen maar competitie gaan bro, voeren. Bro, alsjeblieft. Kom op. Laten we kijken naar wie het meeste juist heeft. Jij bent het meeste juist. Is het zo? Je zeker weten. Ja. Dat weet je ook van jezelf. Wij willen het gewoon horen. Jij bent voor mij ook die hele smerige FIFA-speler. Nee. Ik speel geen FIFA. Oké, okay, maar als jij een FIFA-speler zou zijn, dan een vieze FIFA-speler zijn. En wat houdt dat in? Wat is een vieze omdat dat lekker sarcastisch doen terwijl je aan het winnen bent. Je weet precies wat je doet. Ik hoop echt dat ik heb gewonnen. Ik denk, ik weet het niet. Ja, maar je hebt gewonnen. Ja? Jij hebt gewonnen. Hey bro. Hoe voelt het nou eigenlijk? Je nodigt iemand uit. Ja. Bij jou, in je sacred place. Ja. En diegene gaat zo meteen naar huis met de overwinning. Ik ga naar huis met de AdSense. Einde van de dag, bro. Het was de gezelligheid. Zeker. Ik heb zo gezellig met je gehad. Ja, man. Echt oprecht. Ik ook, man. Ik ga sowieso vaker komen. Dat in die 100%, man. We gaan meer challenges doen. Ja, man. En niet alleen challenges. Ik kom ook gewoon even af en toe, denk ik, gewoon hier even langs chillen wanneer je er bent. En ja, man. Bro, altijd welkom. Je hebt net al gezellig bij mij op de serre gezeten met mijn wife en mijn broer. Gezellig, man. Ja, toch? Echt super gezellig, man. Gezellig, man. Bro. Thanks. Bedankt dat je er was, man. Kunnen we nog wat verwachten? Wat komt er nog meer aan? Oh, ja. Ik ga denk ik wel een projectje doen volgende week. Ja, ik denk dat dit dan uitkomt. Wanneer komt dit uit? Dat weet ik nog niet precies, maar wel ergens snel. Ja, ik wou het zeggen. Dus ik denk dat het ongeveer dezelfde tijd uit. Ja, toch? Ja. Maar in ieder geval, kijk alvast de link in de beschrijving, want daar staat het waarschijnlijk allemaal. Bro, nogmaals bedankt. Jij bedankt. Voor de mensen thuis. Vergeet hem niet te liken, te subscriben. En te abonneren. En te abonneren, man. Ik hou van jullie later. Love. Tada!